nou, we zien hier dus weer dezelfde elementen die ook in het carillon zaten. Namelijk een kachelbron die hier achter zit, dat is een veer die opgenomen moet worden. Een cilinder waar het muziekprogramma op staat. En natuurlijk een instrument wat in het geval zit. Bellen is. En we zien hier de grote bel en dat is natuurlijk om het uur te slaan. En deze schokken speelt dus weer een melodie om het uur. Om het half uur. Maar je kon natuurlijk ook op ieder moment aanzetten, in dit geval is nu met een touwtje. Maar mocht je dan dus gasten hebben en je wil zo even onder de indruk krijgen van mijn prachtige klok. Want dit was echt de gadget van die tijd. Dan kon je hem zo aan, op ieder moment aanzetten wanneer je wilde. So, this is the Alan Walker table clock. Which was made by an Englishman, Alan Walker, in Amsterdam. And we see the back side of it. So people were so interested in the mechanisms of these clocks that they opened it up with a glass plate so you could see inside. And you see the same three elements as you saw in the grille. There's a power source, which in this case is a spring that needs to be turned. The cylinder, again, with a musical program on it. And the instrument, a set of bells on top. And it would play every half hour, an hour, but you could also play it at will to impress your guests, which people definitely did, because these were truly the gadgets of the time, who were very proud of their beautiful playing clocks.